Met een groots defilé beginnen de individuele lopers en de groepen aan hun mars. Militairen, burgers, scholen en verenigingen, te veel om op te noemen. Totaal 4500 wandelaars, waaronder 158 groepen. De Mariniers, Rotterdam. De jolige sportwandelaars uit Vreewijk. Natuurvrienden uit Ridderkerk. De Marva. De Lua uit Os. De Milva uit Kijkduin. De Nationale Reserve. De Reserve Gemeentepolitie. De Officiers- en Kaderschool der Koninklijke Luchtmacht te Breda. Gebroeders Pot uit Bolnes, die dit jaar de eerste prijs in de bedrijfsgroepen wonnen. De Wandelsportvereniging Dokjaard. De Wandelsportvereniging Oostendam, die de tweede prijs won. De Wandelsportvereniging Vriendenridderkerk, die dit jaar de eerste prijs, de Rotterdammer Wisselbeker, in de wacht sleepte. Tamboer- en pijpenkorps van de Jonge Garde uit Charleus. Jong RZ. Onderweg is er best even tijd voor een verversing. Coca-Cola biedt een koele dronk aan. Verdwalen kun je ook al niet, daar zorgt onder andere deze jongen voor. Aan de Zuiderparkweg is een van de controleposten, waarvoor de groepen overigens niet behoeven te stoppen. En kijk, daar loopt ook Gerard Koreman, die we bijna vergeten zouden te midden van al die wandelaars. Samen met zijn broertje stapt hij er lustig op los. En dan melk, die niet alleen goed is voor elk, maar die op zo'n warme middag nog uitstekend smaakt ook.
Wereldleider Holleman denkt er tenminste net zo over. Kijkt u maar. In Roon is de grote rust en op de weide achter het huis de Pendrecht speelt het tamboer- en pijperskorps van Excelsior uit Delft opgewekte muziek. Maar niet iedereen is zonder blaren gebleven. En dat is helemaal geen schande. Ja, iedereen puft eens heerlijk uit in de Roon, waar de avondkoelte al in de lucht begint te komen. Ook de mariniers, die hier zo stram komen aanmarcheren, hebben hun rust en hun kuchje wel verdiend. Kijk, op de voorste rij twee wandelaars waarvan we de naam graag even noemen. Mevrouw Groenewegen en de heer Van Noordwijk, die beiden voor de 13e keer meelopen. In de zak. Het zijn een paar juryleden die hun gegevens vergelijken. Een groepje personeelsleden van de Rotterdammer loopt ook mee en hoe. Onderweg wordt er door velen gefotografeerd naar hartelust. De mars gaat weer verder. Politieagenten regelen het verkeer op drukke punten. Jonge toeschouwers hebben een goed plaatsje langs de route. Ook de heer en mevrouw Goedhart lopen al een paar jaar onze mars mee en ze worden altijd door andere deelnemers en organisatoren als bekenden gegroet. En hier, vermoeide wandelaars? Wel nee, de cameraman en de chauffeur vertreden zich even.
De mars is aan het einde. Gerard en zijn broertje komen trots voor de Vrevingsschool de finish aan. Trots, maar ook wel moe en warm van het vele en lange lopen. Maar wie daarom geeft is een kniezoor. En wie zou er niet blij en voldaan zijn als hij de mooie medaille in handen krijgt? Gerard is het tenminste wel. Maar ook de groepen krijgen hun prijzen, bekers en plaquettes die een ereplaats in de prijzenkasten zullen gaan innemen. De schemer over de groene zoom is gevallen, de honderden lampjes van de illuminatie branden, komt een van de vele hoogtepunten van deze dag, het uitreiken van de prijzen. Zowel door hoofdleider Holleman, als door de heer C. de Greef, voorzitter van RZ, worden een aantal prijzen aan leiders van groepen uitgereikt. Als laatste ontvangt deze vrouwelijke commandante van de militaire groep de wisselbeker. De heer Holleman reikt aan de medewerkende pijperkorpsen een aandenken uit. En tenslotte overhandigt de heer Groenewegen aan de leider van Vriendenkring Ridderkerk de massief zilveren de Rotterdammer beker. Zo is de mars dan ten einde. Het was warm en het was ver. Wat is dat? Gerard weer in het bijkantoor? Ja, medaille kwijt. Je medaille kwijt, het is kwaai jongen. Hé, hey, wat is dat? Ik geloof dat die wandelschoenen iets willen zeggen. Ja, zegt u het maar. Wij hebben het anders ook niet gemakkelijk gehad.